Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van die gelijknamige Vrijdenkersvereniging. Recentelijk verscheen een nieuwsbericht over de teleurgang van naturisme in Duitsland. Is dat problematisch? Ja, vindt filosoof Floris van den Berg. Anders zouden we er nu ook niet over spreken. Ik wens u heel veel kijk- en luisterplezier en alsjeblieft klik op like en abonneer. Floris, wij hebben eerder gesproken over naturisme. Jij bent al een tijdje ook met dat thema bezig. Je schreef ook een boek, hè? De Vrolijke Naturist. Het vierde boek in jouw trilogie. Ja. Naturisme is... Tetralogie is het dan. Ja, daarom ja. Geintje. Naturisme is in het nieuws. En daarom denken we natuurlijk weer vrij over bloot. In Duitsland, je zou kunnen zeggen de bakermat van het naturisme... is een feest voor 75 jaar naturismeverenigingen afgelast... wegens een gebrek aan leden. Ja. De meeste leden van die vereniging die zijn 60-plussers... en er komt geen nieuwe aanwas. Wat is er aan de hand? Is de nieuwe generatie preutser? Ja, nou, dat dacht ik eigenlijk ook. Dus ik heb toen gelijk ook even gekeken naar hoe het in Nederland ermee staat. En de Nederlandse heb je een naturismevereniging... die heeft 55.000 leden... En onder er was in 2023 werd er onderzoek gedaan door Motivacation... waarin staat dat 2,5 miljoen mensen wel eens naakt recreëert. Dat is 1 op de 8 mensen. Dus dan zou je zeggen, dat valt nog wel mee. In Duitsland is het zo, daar heb je ook wel echt naturisme-kolonies... dus een soort naaktcampings, dat je in georganiseerd verband dingen doet... Dus niet alleen maar gewoon bloot recreëren, maar met elkaar dingen doen. Dat is vooral tanende, zeg maar. Dus misschien is dat wel een belangrijk verschil tussen gewoon dingen bloot doen... of dingen met elkaar bloot doen in groepsverband, in organisatieverband. Want alle organisaties die kampen met... Daarom ledental hebben wij als Vrije Gedachte ook. Wij waren de Vrije Gedachte en Naturismevereniging eigenlijk... gelijk op, min of meer. Die zijn in de gelijke tijd dat ze populair waren... de jaren 20, 30, waren die bloeiend. En nu zijn de naturismeverenigingen in Duitsland tanen... en de vrijdenkers ook. Ja. Je hebt het net over dat bloot in verenigingen. Nu, in Amerika zijn er onlangs 2 Nederlandse wielrenners. Die zijn opgepakt. Althans, die hebben 10 uur op een politiebureau doorgebracht. Want wat hebben ze gedaan? Na afloop van een wedstrijd, een wielerwedstrijd... hebben ze naakt afgedoucht tussen de auto's. Ja. Tussen auto's. Ja. Terecht of niet dat ze in de bak hebben gezeten? Nee, natuurlijk niet. Het ging over Laurens ten Dam en Thomas Dekker. Het ging erover dat ze naakt eventjes... dus ze waren op gravel roads waar ze hadden gesport. En er was dus geen douche. En toen gingen ze elkaar met een flesje water afspuiten. En eventjes schone broek aan. Maar dat werd opgevat ook als homoseksuele acties. Als 2 homo's. Als seksuele acties in het bloot. Ja, dat was het natuurlijk niet. En het was dus... zichtbaar vanuit een restaurant. En dus het werd geïnterpreteerd als homoacties zichtbaar in de publieke ruimte. En dat was aanstootgevend of zo? Ja, maar dat ligt natuurlijk, dat is in die eye of the beholder, zeg maar. Ten eerste, als je geen onderscheid kan maken over echte seksuele acties van homoseksuelen en 2 sporters die zich even afdoezen, dan ligt er dus iets... in die eye of the beholder, zeg. In Amerika zijn ze daar heel erg... in sommige staten van Amerika zijn ze daar heel overspannen met bloot. En dan als het dan ook nog eens een keer seksueel is... wat het niet was, maar als het daarvan beschuldigd wordt... dan slaan de stoppen door. Ja. En de politie gaat er dus ook serieus op in. Dus ze zijn echt met getrokken vuurwapens afgevoerd naar de cel. Ja. In Nederland zou dat niet gebeuren, hopelijk. Waarschijnlijk niet. Het is wel iets dat heel diep in de Amerikaanse cultuur... of in die christelijke cultuur... is er echt een fobie voor bloot. En natuurlijk ook voor homoseksualiteit. En als die 2 dan ook nog gekoppeld worden... dan slaan alle stoppen door. Terwijl vanuit deze 2 sporters... waren zich van echt geen kwaad bewust. Nee. Even terug naar dichter bij huis. Eigen huis, Den Haag. Als je in de hoofdstad zit, voelt het nog heel ver, maar het valt wel mee. In Den Haag is er het project The Hague Naked. Ja. Waar gaat dat over? Ja, dat is een leuk project om bloot weer normaal te maken. Dus dat zijn dan... Het is ook in Rotterdam geweest. Dat is een kunstenaar. Even zijn naam vergeten. Ik staat wel hieronder, zal even zeggen, sorry. Ja, nee, ik ben even kwijt. Een kunstenaar die mensen fotografeert. Een portret 2 keer, 1 keer gekleed en 1 keer ongekleed. En dan mensen uit diezelfde woonplaats. Dus dit zijn allemaal 250 mensen in Den Haag... die dan geëxposeerd worden in Den Haag. Ja, dus ook... bloot normaliseer ik. We zijn allemaal bloot onder onze kleren. Nou, dat kan je daar dan zien. Die mensen daarvoor gekozen hebben om dat te doen. Dat, ja, en om dat als kunst te maken... dat draagt bij, denk ik, aan het normaliseren van bloot. Juist ook omdat het een connectie heeft met de stad... omdat stadsbewoners zijn. Ze staan in beeld, ook herkenbaar in beeld. Ja. Het is niks om je voor te schamen. Ja, maar zijn wij nou preutser geworden of niet? Ja, dat is lastig te zeggen. Nou ja, ik denk wel dat het hoogtepunt van de niet-preutsheid... ergens in de jaren 70 zat. En dat dat wel weer preutser wordt. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel... niet-preutsheid nog steeds. Ik bedoel, we hebben sauna's, je hebt naakstranden. Dit soort projecten, dat kan allemaal wel. Alleen, ja, het lijkt toch wel weer een lichte teruggang te zijn. Ik bedoel, maar waar komt dat door? Ja, nou, een van de dingen, dat heb ik toen natuurlijk in dat bericht... ook over die Duitse teleurgang... en ook wat in dat motivaticon van de NFN werd... Leg even uit wat de NFN is. De Nederlandse Naturistenfederatie Nederland. De overkoepelende Naturistenvereniging Nederland. Daaruit blijkt dat mensen dus het vervelend vinden is begluurd te worden. En met name ook door natuurlijk foto's en drones. En dat is natuurlijk iets wat... Vroeger had je wel een fototoestelletje, maar nu heeft iedereen een telefoon... Ja. Kijk, dat is mooi in de sauna. Dat iedereen moet zijn telefoon afleggen. Dus dan heb je geen last van... Maar op een naakstrand heb je... Iedereen kan zijn telefoon hebben. Je kan drones hebben. Je bent eigenlijk niet meer... Echt, dus daar zit... dat vinden mensen onprettig. En dat is eigenlijk, als je erover nadenkt... is dat... Ik snap dat heel erg trouwens. Dat verschil als onprettig wordt ervaren. Als je op een naakstrand ligt... dan kan iedereen jou... compleet naakt bekijken. Maar ik denk, het zal vervelend zijn als foto's van jou op een naakt website staan... terwijl je daar helemaal niet om gevraagd hebt. Nee. Nee, dat snap ik. Dus dat is ook mijn punt. Maar het is natuurlijk zo dat... als dat foto's zijn van dat moment... dan had diegene die kijker op het internet... Die had ook op dat strand kunnen zijn. Precies. Alleen, misschien is het verschil nog wel natuurlijk... dat op het internet in principe... dat blijft tot in de eeuwigheid. En je staat daar niet op je best op. En misschien is dat net een vervelend kiekje. Maar misschien wordt het wel ook dan gebruikt als, zeg maar, op bloot website, zeg maar, waar dan strandfoto's van naakte mensen op worden verzameld, zeg maar. En dat je dat door mensen die in een seksuele context plaatsen, terwijl dat daar niet het geval was. Nou, ja, dus ik kan me voorstellen dat wel iets is wat mensen een drempel geeft om... Ja. Nou, je kan natuurlijk ook zeggen, als we dat als maatschappij nog veel meer normaliseren, dat je ook... dat de... mensen ook minder geneigd zijn om te gaan fotograferen. En dat als mensen een keer fotograferen... dat mensen daar een schouder op halen... maar dat is toch wel een paar stappen verder, zeg maar. Ja. Want dan moet iedereen, zeg maar, die normaliteit van naakt accepteren. Ja, dus dat is jammer dat in Duitsland... Kijk, Duitsland had een bloeiende naturismecultuur ook in de DDR. En de DDR had je weinig vrijheid... maar een van de dingen die ze hadden dan was naaktcultuur. Nou ja, nu... Waarom is jammer? Want je gebruikt het woord jammer... Waarom is jammer? Omdat het een... Kijk, ik neem een liberaal perspectief in. En dat betekent dat iedereen zo groot mogelijk individuele vrijheid zou moeten hebben. Dus ook mensen, als ze zouden willen om naakt te creëren... dat daar ruimte voor moet zijn in de samenleving. En als die ruimte minder wordt, doordat andere mensen conservatiever worden... en daarmee aan zouden nemen, vind ik dat een teruggang. Ja. Ook vind ik het jammer vanuit humanistisch perspectief... dat als we te terughoudend zijn over ons lichaam... we hebben allemaal een lichaam, dus waarom zou je daarvoor schamen? Dat schaamte is ook een emotie waar je last van kan hebben. Waarom zou je dat... Je kan je bevrijden van je eigen schaamte... en dan heb je dus een samenleving bij nodig die dat faciliteert... en een soort gedrag. Je zou zeggen... dat de samenleving fatsoenlijk is als we fatsoenlijk omgaan met naaktheid... en we dat tolereren. Ja. Dus in die zin hangt het, denk ik, dat beschaving en naaktheid voor een deel met elkaar samenhangen. En in hoeverre vind je het dan vreemd? Kijk, op het internet heb je enorme hoeveelheden bloot. Ja. En een deel daarvan is bloot als in kunstzinnig, gewoon foto's. Zonder dat daar een erotische dimensie in zit. Een deel daarvan is ook wel porno bijvoorbeeld. Porno is immens. In alle soorten en maten. Alle soorten en maten mensen. Alle genders, alle geslachten. Seks met... zelfs helaas seks met dieren. Ik had het toevallig met vrienden laatst in Amsterdam tijdens een borrel hier over een filmpje. Ik weet niet of je het toevallig kent. Er zijn er meerdere van hoor. Maar er is er eentje die blijft mij fascineren van een man ergens in... ogenschijnlijk het Midden-Oosten of zo. Die heeft gewoon zin en die hangt hem even in een warme uitlaat. En die gaat daar even op de keer. Het kan allemaal. Je vindt die ben ik nog niet tegengekomen. Nou, als je vanavond voor het slapen gaat verveelt. Ja. Maar je vindt het allemaal. Het internet staat vol met bloot. Maar dat is beter dan om het in een dier te hangen. Want in de uitlaten heeft geen last van. Ja, dus het is beter om hem in de uitlaat te hangen. Ja, zeker. Ja, zeker. Dat vind ik ook, ja. Doe dat dan maar. Niet voor jezelf misschien, maar ja, die zou ik ook niet willen trouwens. Dat tezijde. Maar goed, overal op internet is bloot. En soms is het dus seksueel en soms niet. Maar is het niet gek dat dan bloot in de publieke ruimte, buiten, zeg maar offline, daar zie je het verdwijnen, zou ik willen zeggen. En online is het booming. Ja, dus we hebben een heel soort dubbele moraal van... kijk, we doen net of iedereen in het openbare leven... dan doen we net of die porno op het internet niet bestaat. Terwijl een groot deel van de mensen daar wel naar kijkt. Anders zou het er niet zijn. Ja. Dus we houden een dubbele moraal erop na. Waarom zou je dat er niet ook voor een deel... Er is blijkbaar ook een behoefte aan bloot, om bloot te zien. En waarom moet dat dan per se alleen maar... in het geheim en stiekem of... Ja, waarom hebben we zo'n twee soorten normen? Want iedereen, heel veel mensen keuren pornografie altijd af als vies of wat dingen. En, maar tegelijkertijd wordt het wel geproduceerd en wordt er ook naar gekeken. Dus we meten met twee maat. En ik zou zeggen, ja, maar normaliseer dat. Ook in stappost trouwens. Ja, en het schijnt zelfs zo dat omgekeerd evenredig met hoe meer je... hoe krampachtiger je over naakt bent... hoe meer mensen gaan zoeken naar een uitvlucht... zelfs naar de meest rare kanten. Misschien komt daar die uitlaatseks gewoon vandaan. Ja, wie weet. Misschien moeten we een onderzoek doen in Staphorst. Nou, ga het niet doen. Even zo met een kwastje door al die uitlaten heen. Wie weet wat we tegenkomen. Okay. Als u zich als kijker of luisteraar... en u bent wetenschapper geïnteresseerd bent... meld u aan bij De Vrije Gedachte... en wij subsidiëren uw wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld... Even over verschillende samenlevingen. In Singapore is bloot echt helemaal taboe. Dus niet op straat. Maar het is zelfs zo dat je een straf kan krijgen... als je bloot in je eigen huis loopt. Nou is het in Nederland wel zo dat je mag geen aanstoot geven. Dus als je bloot in je eigen balkon staat en heel... Nou, we zijn hier in de Bali. Als ik hier voor het raam ga staan in mijn blote kont... en mensen nemen de aanstoot aan, dan mag dat niet. Maar als ik per ongeluk... in mijn huis loop en mensen zouden het kunnen zien als ze per se zouden willen, dan ben je natuurlijk niet strafbaar. Maar in Singapore dus wel. Dus als je iemand die ergens je ooit in je eigen huis naakt ziet rondlopen, als je op een vuilnisbak staat en je kan dan zo omhoog kijken, dan ben jij dus strafbaar, de blootloper. En dat is dus wel echt ziekelijk. Ja. Maar jij bent volgens mij, als ik het jou zo hoor... jij bent voor de normalisering in ieder geval van bloot. Ja. Hoe is dan het tijd te keren? Tijd te keren is ook... Hoe ga je zorgen dat dat bloot dan toch weer... op zijn minst meer normaliseert? Nou ja, dat is belangrijk. Ook waarom bijvoorbeeld belangrijk is dat er een landelijke vereniging... zoals de NFN, die doet allerlei acties. Bijvoorbeeld 21 juni is Nationale Toplesdag... om topless weer normaal te maken. Dat is natuurlijk pas half naakt, maar goed, dat is een stap. Zien we jou daar trouwens? Nee, weet ik niet, denk het niet. Weet ik niet. Maar dus goed dat er een vereniging is... maar het zou ook mooi zijn als het weer terugkomt... ook gewoon in kunst, in de moderne, in films... In de toneel. Ja, toneel is wel een beetje, maar in films is het weg. Ja, en het zou ook mooi zijn als het op scholen, in ieder geval in het beeldmateriaal, bijvoorbeeld als het, ook in de biologie van de maatschappij leren over dat er gewoon normaal bloot is, zeg maar. Ook gewoon dat ik denk dat het onderwijs daar echt aan mee kan helpen. En dat onderwijs wat vooral niet helpt, is natuurlijk als je mensen orthodox religieus opvoedt. Want orthodox religieus maakt eigenlijk niet uit welke religie dat is. Dat betekent eigenlijk allemaal een naaktfobie. Ja. Een enorme fobie tegenover bloot. En dat ook bloot wordt gezien als slecht en schaamtevol. Mm-hmm. Want taboes moeten ook bekijken. Taboes zijn natuurlijk ook dingen die we als mensen elkaar opleggen. Taboes bestaan niet in de echte wereld. Mm-hmm. Taboes zijn menselijke constructen. En daar kan je over nadenken. Is het een rationeel construct of niet? En religie betekent het in stand houden van irrationele taboes. En een van die taboes is taboes op seksualiteit. Dus het is een bevrijding om je van die taboes te bevrijden. En daarom was het dus zo mooi dat Duitsland dus zo'n bloeiende naturismecultuur had. En is het dus een teruggang als dat dus op de een of andere manier weer verpreut. Oké, maar ik moet je toch een vervelende vraag stellen. Recentelijk was er weer een zaak waarbij een onderwijzer op een lagere school foto's en video's had gemaakt van schoolkinderen die zich aan het omkleden waren. Blijkbaar zijn er mensen, en ik denk, maar dat weet jij misschien beter dan ik, denk altijd vooral dat dat dan mannen zijn, die gewoon niet op een, ik wil zeggen normale, op een fatsoenlijke manier met bloot kunnen omgaan. Nee. Is het dan niet begrijpelijk dat mensen bang worden voor bloot, of er een afkeer voor krijgen, of dat willen weren? Ja, dat is natuurlijk wel een ultiem slechte reclame voor normalisering van bloot. Dat moet je dus voorkomen. Dat moet je natuurlijk niet willen. Zeg maar, dat mensen, dat hadden net gehad, dat begonnen ermee van dat mensen dus zich niet veilig voelen, omdat ze dus gefilmd kunnen worden. En helemaal als iemand een docent, als een, die het vertrouwen heeft van de ouders en de kinderen, als die zich zo misdraagt, dat is natuurlijk echt heel erg fout. En dat heeft dus repercussies, dat wij dus denken van ja, kijk, plus, en dat is misschien belangrijk, dat die foto's hier dus waarschijnlijk ook direct een soort van seksuele lading krijgen. Dus dat wordt dan vermengd, zeg maar, hè? Het bloot en de seksualiteit. Dus dit is echt heel kwalijk. Dat moet je echt niet willen. Dus daar moet je echt maatregelen voor nemen dat niet komt. Maar je moet niet de maatregelen nemen, want dan gaan we maar niet schoolzwemmen, of dan gaan we moeilijk doen over kleden. Het is wel een uitwas en daar moeten we iets aan doen. Maar het is heel vervelend, dit soort dingen. Dat zijn verhalen die rondzingen. En die moeten we ook wat aan doen. Maar is het niet net als gewoon op meer macroniveau, als je naar de staat kijkt, dat moet balans zijn tussen vrijheid en veiligheid? Ja, precies. En dat geldt dus in dit geval voor een school ook. Het zou heel raar zijn dat je dus dat omkleden, dat niet meer kan dan in dit geval. Hè? Of dat schoolzwemmen inderdaad niet meer zou kunnen, omdat er dit soort gestoorde gekken tussen lopen. Ja. Dan moet je misschien iets van een waarborg inbouwen. Ja, dan doe je twee docenten, vier ogenprincipe. Of niet, nood je telefoon, weet ik veel. Er moet een protocol komen. Op verenigingen hebben ze vaak het 4-ogen-protocol. Dat als je met kinderen werkt, dat er altijd met z'n tweeën moet zijn. Nooit alleen met één kind. Ja, ik denk het is vet doorgevoerd, maar dat is wel om die uitwassen te voorkomen. Daar moeten we als samenleving aan werken. We moeten streng op zijn. Dat geldt met alle goede dingen. Ik denk dat je het kind met het badwater weggooit, dat we onszelf onnodig preuts maken en van onnodig veel van vrijheid beroven als we heel erg in de conservatieve houding schieten. Ja. Nou, weet ik dat sommige vrijdenkers zeggen, wat heeft dit thema bloot, naturisme, wat heeft dat nou te maken met vrijdenken? Dit is een non-issue. Het heeft helemaal niks met vrijdenkerij te maken. Jij bent het daar niet mee eens? Nee, niet mee eens. Omdat ik vrijdenken is, je rationeel kan op alles gericht worden. Op alle maatschappelijke onderwerpen kunnen vrijdenken stellen. Is dit rationeel? Is dit, wat zouden vrijdenkers hiervan vinden? Kan je kritiek op geven? En eigenlijk bloot is eigenlijk kritiek op taboes die er zijn in de samenleving. En dat kunnen vrijdenkers natuurlijk heel goed. En natuurlijk, er is een grote overlap met. Kijk, bij vrijdenkers zijn met name heel erg fan van religiekritiek. En een van de dingen, zoals ik net zei, dat religie, en vooral conservatieve religie, kenmerkt, is een enorm fobie voor bloot. Dus daar zit toch de link. mee. Wilt niet wil zeggen dat alle naturisten vrijdenkers zijn, want er zijn ook religieuze vrijdenkers, of dat alle vrijdenkers naturisten zijn. Maar er is wel een logische, niet noodzakelijke, maar wel een heel logisch sterke verband tussen beiden. Dan met betrekking tot de religiekritiek die je noemt, zou ik zelfs willen zeggen dat ik denk dat vrijdenken meer samenhangt met de bedreigingen tegen het liberalisme of tegen individuele vrijheid dan met religiekritiek. Ja. Die religiekritiek die komt juist voort, of dat is een uitvloeisel van. Religie is een bedreiging voor individuele vrijheid. En daarom focussen we ons daarop. Ja. Maar het is breder dan dat. Precies. Dus in die zin... het is een symptoom of iets wat je kan nemen waar je heel veel kan ophangen. Ik bedoel, juist aan bloot kan je... Daarom hebben wij als Vrije Gedachte ook veel aandacht besteed aan allerlei vormen van censuur in de kunst. De mate van de vrijheid van een samenleving. Dus je kan er ethisch naar kijken, esthetisch naar kijken, politiek-filosofisch naar kijken. Dat heb ik ook in mijn boek, dus De Vrolijke Naturist, gedaan. Maar dus ik denk dat het wel degelijk een vrijdenkersthema is, ook al hoeft niet elke vrijdenker er iets mee te hebben. Net als, ik heb niks met vliegende schotels en dat is ook een vrijdenkersthema. Maar stel je voor dat nu, als deze podcast online komt, dat een van onze leden een berichtje zou sturen. Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap op, want... ik heb 3 kwartier lang naar Floris van den Berg zitten kijken en luisteren. En ik vond dit onderwerp toch echt zo vreselijk. Ja, hoe reageer je daarop? Nou, ten eerste, niemand hoeft hiernaar te kijken. Niemand hoeft hiernaar te luisteren. Kijk, wat wij hier dus wel propageren is natuurlijk... dit is wel een vrijdenkerspodcast namens de Vrije Gedachte. De Vrije Gedachte heeft ook een eigen manifest... Waar een van de uitgangspunten is vrijheid van het individu. Mm-hmm. En dit is een toepassing van de vrijheid van het individu. Ja. Ja, niemand hoeft hier naar te kijken. Niemand hoeft het ook leuk te vinden. Je hoeft het ook niet mee eens te zijn. Stel dat je het niet mee eens bent, dan laat het weten in de comments. Schrijf een brief aan de Vrije Gedachte of in het blad de Vrijdenker. Ja. Ja, allemaal helemaal prima. Geen dreigbrief trouwens. Gewoon. Nee, geen dreigbrief. Dus, maar vooral als je het niet mee eens bent... Nou, of je hebt het inhoudelijk niet mee eens... Geef inhoudelijk commentaar op een punt... of kijk vooral niet. Ja, ik bedoel, je leeft maar 1 keer... dus waarom zou je je tijd verdoen... met kijken naar Bart Collard en Floris van den Berg? Nou, van den Berg. Dit is een verrijking van iedereen zijn leven, toch, deze podcast? Dat. Hey, ik kom langs maar richting het einde. De Vrije Gedachte heeft een... symposium gehad, begin 2024, genaamd Recalcitrant. En de aanleiding daarvoor was het verschijnen van jouw gelijknamige boek. Dat symposium had allerlei interessante sprekers, ook een aantal die in deze podcast zijn langsgekomen en een aantal die nog zullen langskomen. Maar dat begon, de introductie was, als ik het goed heb, volgens mij waren het er 6 naakte dansers. Die maakte daar een dansje. Er werd heel kort iets voorgelezen, geloof ik, door iemand. En daarna gingen die naakte mensen in het publiek zitten. Hoe werd daar door het publiek op gereageerd? Ja, want niemand wist dat zou gebeuren. Dus dat was heel leuk. Het publiek reageerde heel goed. Want ze zaten dus echt midden in het publiek. Ze moesten zich echt er tussendoor wurmen overal. Maar omdat de voorstelling ging gewoon verder... Op een gegeven moment vergeet je dat gewoon die buurman bloot zit. Dus dat was alleen wel... bij het tussendoorwurmen hing die wurm misschien af en toe even in iemands gezicht. Precies, en dan meer niet. Ja. Dus daar hadden ze over nagedacht en dan hebben ze de andere kant op gedraaid. Ja, precies, dus dat ging heel natuurlijk. Ja, maar toen is het ook op YouTube gekomen. En YouTube censureerde het. Ja, dus blijkbaar krijg je een waarschuwing als er te veel roze op zit of zo, of te veel varkenskleur. En het interessant is, en dat vind ik wel goed om te benoemen, want het is niet eens dat we daar ingezoomd gingen op geslachtsdelen of zo. Sterker nog, er was eigenlijk bijna niks te zien op die beelden. Nee. Omdat het een groot deel was toch van redelijk ver af, want het was een groot podium, 6 dansers. Dus zelfs als je preus bent, zo spannend was het niet. Nee, maar het zijn wel volledig naakte mensen. Ja. En dan zie je dus toch blijkbaar dat er een enorme preutsheid in zit. Ik weet dus niet of dit helemaal automatisch gebeurt met algoritme. Maar ja, hij is er automatisch uitgekomen op basis van een algoritme. Ja, maar goed. Toen zijn we in bezwaar gegaan en volgens mij is dat afgewezen. Ja, maar dus dan zit toch iemand naar te kijken van... Het is toch echt heel raar dat YouTube dus geen podium voor vrijheid is... maar een heel conservatief podium. Ja. En zodat zelfs dus dit soort uitingen gecensureerd worden. Dan denk ik, ja, er is toch wel iets mis met... Ja, in ieder geval YouTube, zeg maar. Maar dat beïnvloedt dus wel. YouTube heeft een enorm platform. En wat YouTube besluit, heeft dus invloed voor wat mensen te zien krijgen. Ja. Aan de ene kant, kijk, er is dus porno, maar dat is dus niet mainstream. Maar in mainstream als YouTube is het dus verboden. Je hebt ook wel YouTube 18+, maar dan moet je weer eenmaal inloggen. Ja, klopt, allemaal. Ja. Terwijl jij zegt, dit is toch... Dit zou niet moeten gebeuren. Volgens mij was dat het geval bij dit filmpje van ons. Ja. Dat het is niet eraf gehaald, maar volgens mij zit het op YouTube 18+. Ja, want dat is wel interessant. In het boek, ons vrijdenkingsboek, Het Scherp van de Snede, gaat ook een heel deel over bloot. Dus bloot is wel echt een onderwerp van vrijdenken, omdat het ook een vrolijke manier is om met vrijdenken in contact te komen. Tot slot. Ik denk dat er redelijk veel mensen zijn die zich schamen voor bloot. Sommige mensen die misschien wel zich schamen, maar ook wel stiekem interesse hebben. Of die dat ook wel spannend vinden. Of die stiekem dat ook wel een keer willen proberen. Ergens in het openbaar bloot zijn. Maar hoe kun je nou met die schaamte leren omgaan? Ja, kijk, schaamte is iets wat je dus in je draagt. Ja, dan moet je mee. Het makkelijkste is gewoon om een keertje naar een sauna te gaan waar iedereen echt altijd bloot is. Want het probleem is van een naakstrand, dan is niet altijd iedereen altijd helemaal bloot tegenwoordig. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is, maar op een sauna is iedereen in de sauna's in ieder geval altijd bloot. Dus ja, dat is denk ik de makkelijkste manier om je er overheen te zetten. Want dan zie je toch, ja, iedereen is bloot. En dan als jij dus niet bloot bent, ben jij degene die dus... anders is, om deel uit te maken van de groep, hè, to blend in, dan moet je dus bloot zijn. En dan ben je dus onopvallend. En dan zie je dat iedereen bloot is. En het werkt heel snel. Dan zie je geeft dus ook wel zelfkennis, dat je leert dat die schaamte dus ook aangeleerd is. Ja, en je kan hem voor een deel afleren als je wil, maar het hoeft niet. Inderdaad. Floris van den Berg, dankjewel wederom voor jouw naakte waarheid. U als kijker en luisteraar, dank u wel. Klik op like en abonneer. En we zien u graag bij de volgende podcast.